Ja, meisje, oh, ze is zo lief, hè? Ja, ze is echt lief. Hé? Rijka is lief, hè? Ja. Is Rijka lief? Er loopt eeuwen in nog lang. Het is voor de club van de 50-plussers. Ik zal even aanwijzen, dat is Fred van der Kaap. Dat ben ik, zei de gek. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag 17 april. En we leven om 13:56. Ik ben al een hele geruime tijd eruit, want ik ben ook al met nog een koekje bezig. Koffie heb ik op. Rebecca is net de deur uit. Ik heb alles al gedaan wat ik doen moet. De afwas komt met weekend wel, want dat is nog niet genoeg voor de vaatwassen. Ze hebben al eten en alles gehad, dus ja. Perfect toch? Ik ga zo meteen de computer aandoen. En dan zal ik weer me bezighouden met filmpjes. En de camera leeghalen als ik daaraan toe kom. Ik ga eerst renderen. Dat weer naar YouTube kan, want ik heb gisteren niks gedaan. Nee. En ik heb het heel erg druk met de computer, want ik heb 3 moderators erbij voor in mijn groep. Waarin de 50 plus. Ja, 2 mannen en nog een vrouw. Dus we zijn er met z'n 4, 2 vrouwen en een man. En ik draai de scepter. Ja, ik ben de baas. De anderen zijn de moderators. Tenminste, met die vrouw is moderatrice. En ik ben bezig met eentje in te werken. En dan moet ik die vrouw ook nog inwerken. Maar dat komt allemaal nog goed. Die zal ik mijn telefoonnummer nog geven. Dat we ook telefonisch even contacten kunnen buiten de computer om. En als er al wat is, dat ik dan even online kan komen of wat dan ook. Maar in ieder geval, komt allemaal goed, hè, schat. Jij meisje. Oh, ze is zo lief, hè. Ja. Ze is echt lief. Hé? Rijka is lief, hè. Ja. Is Rijka lief? Er loopt eeuwen nog lang. Zie je? Rijka is lief, hè, meisje. Ja. Het is lief, hè. Ja. Oh, zo'n lief kind. Hé? Ja. Wat vind ik hier? Ja, jij ruikt dat, hè. Maar jij hebt toch gehad, hè. Ja, dat krijg je niet meer. Dat weet je, hè. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Geniet van het prachtige mooie weer, want het is echt heel mooi weer. De lucht is strak blauw. Enkel ik vind het zelf, hier aan de kust, koud. Ja. Temperaturen die zijn nog niet, zonder jas of wat dan ook. En gisteren dat ik die lange wandeling deed, nou, ik stond verbaasd. Althans, ik liep verbaasd. Ik had mijn windjas nog stijf dicht. Ja, met een speld, dat weten jullie. Anders gaat die rits naar beneden, die rem is kapot. Nee, dan zet je er een mooie speld erin. Maar er lopen ook vrouwen met jurkjes en met spaghettibandjes of helemaal zo'n strapless. Ik denk, wow, koud. Ja, kanonnen. Ik denk, nou, die liever dan ik. Die willen zeker ziek worden, buiten de corona om. Want de R zit nog in de maand. En als de R in de maand zit, dan moet je voorzichtig wezen. Qua kleding, het kan wel warm zijn, maar je hebt niet toch zoeken hier en daar door de stad of door een dorp of wat dan ook waar je bent. Je hebt toch altijd tochtige plekken. Nou, daar moet je gewoon om denken. Daar circuleert die wind doorheen en nou, nee, niet prettig. En dan kun je juist een longontsteking ook oplopen. Ja, nou, zit je daar te wachten? Nou, ik leg dan in een deuk aan één kant. Als die vrouwen die ik dan gisteren heb zien lopen, dat ze vandaag ziek zijn. Ja, want dat hebben ze wel aan mezelf te danken. Moeten ze toch maar niet doen? Nee. Hé, Rijka? Nee, meisje? Nee. Maar oké, geniet van jullie dag verder. En ik hoop ook dat jullie op mijn kanaal kunnen genieten van mijn vlog die ik doorgaans maak. En steek eens een duimpje omhoog en laat eens een reactie achter of
vraag wat aan mij wat jullie van mij willen zien of horen of dat ik iets doe voor jullie. Laat weten. Ja. Ja, ik ga niet in een gracht springen hoor, dat doe ik niet. Nee, kom ik er niet meer uit ook. Nee. Maar oké, ik zou zeggen geniet en doe leuke dingen met je gezin als je die nog hebt. En je kan ook alleen nog leuke dingen doen. Doe ik ook. Dus ja, ik zou zeggen tot straks maar weer. En blijf lachen en blijf gezond. Ja, lieve vrienden, het is 6:00. Althans, ja, net geweest. 1 minuut over 6 bij mij. En ja, ik heb net samen met Kandel of Rijka eventjes uitgelaten, gezellig, maar oh, zo koud. Ja, ik heb de handschoen aangehad en nog heb ik het koud. Maar ja, ik heb net even het aardbeienplantje op water gegeven buiten en dat doe je dan weer zonder handschoenen, ja. Maar oké, het zonnetje schijnt nog wel steeds, denk bij jullie ook wel. En ik heb, die moet ik dan naar YouTube brengen. Ik heb er eentje gerenderd, die is klaar om denk ik wel naar YouTube te brengen, maar ja, ik was zo druk bezig met wat anders. Ik zal eerst even kijken, even koekeloeren. Ja, die is al lang al klaar. Nou, die breng ik zo meteen dan even naar YouTube toe. En dan moet ik hem weer even klein maken en kijk. Dat is voor de Club van de 50-plussers. Ik zal even aanwijzen. Dat is Fred van de Kaap. Dat ben ik, zei de gek. Ik ben de beheerster. Hij is moderator. Die meneer is moderator. Die heet Rens. En ja, is nog naam. Moet ik steeds spieken, want dat weet ik niet. En dat is ook een vrouw. Moet ik ook nog steeds spieken. Ja, er gaan zoveel namen langs me heen. Moet ik even spieken hoor, eventjes geduld minimaliseren, gaan we even naar de map. Ja, die meneer met het chickje heet Rens Duizens. En die vrouw heet Harma Wolting. Ja, en allemaal lieve mensen, mag ik hopen. Ja, zo in de omgang zijn ze hartstikke lief, vriendelijk en hartelijk en altijd hulpvaardig. Maar ja, dan moet het ook de praktijk het nog uitwijzen, zeg ik dan altijd maar. Ja toch? Ja. Zo was het met Astrid ook. Ze hebben me 3 jaar eigenlijk bij het duimpje genomen. Maar dan niet zo'n duimpje, maar zo'n duimpje. Zonder dat ik het wist. Nou moet ik voorzichtig wezen. Oh, hier zit ze, staat ze. Ja, meisje. Oh, je dikke doosje. Oh ja. En Rijka die staat al schoonlijk weer voor het raam in de keuken. Hé, jij nou meisje? Sta jij daar? Wat doe jij daar? Hé? Wat doe jij daar dan? Hé, wat doe jij allemaal? Oh, liefje. Oh ja, mijn neus ook nog een keer. Hè. Oh, ze is ook zo liefje. Lekker even buiten geweest, hè, met fruitje en met kandel. Ik kan dan dus alweer naar buiten, hè? Ja. Oh, lekker in het zonnetje. Oh, zo lekker. Maar oké, lieve vrienden. Ja, ik moet nodig verder. Ik ga zo meteen weer aan de noedel. Ik heb helemaal geen zin om te eten de laatste paar dagen. Maar ja, omdat je moet, eet ik gewoon noedels. Krijg ik toch ook wat naar binnen. En een beker soep, lust ik ook wel. Een bakje koffie, lust ik ook wel. En desnoods, als ik al niet genoeg heb, een broodje erbij. Ja, komt allemaal goed. Zolang we die maar te eten krijgen, vind ik het ook best. En ik neem zelf ook wel eten, maar niet uitgebreid koken. Daar heb ik er geen zin in, nee. Nou ja, en omdat je dan wel andere dingen hebt, hoef je ook niet. Nee, ik heb ook geen zin in vlees. Nee, ik heb de laatste dagen weer een beetje te veel van het goede gehad. En dan neem ik even wat minder, ja. Ja? Wat nou? Oh ja, meisje. Ja, is het zo? Oh, maar dat wist ik niet. Oké, en toen? Nou, kom dan. Oh ja, dan heb je zoveel te vertellen. Hé, zoveel te vertellen, meisje. Meisje, dag. Dag allemaal.
Ik ben Eowyn, de prinses van het vrouwtje. Spinnenkoppie. Oké, zij spint zo zachtjes. Wie is dat? Is dat Eowyn? Oei. Nou, doe maar weer. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en smakelijk eten voor diegenen die nog eten moeten. En we spreken elkaar vanavond water, want ik ben naar mijn bed toe zien te gaan. Ja, toch? Ik moet het plaatje in ieder geval ook af hebben voor vanavond. Dus en er is nog heel wel veel aan te doen. Ik ben er nog lang niet mee klaar. Dus ja, moet wel klaar wezen voordat ik zeg van ik ken hem op internet planten. Ja, en dat gaat nou niet. Maar oké, ik zou zeggen, tot later.